Ik zal u gewoon snel eens tonen hoe je dat best doet. Uw koptekst en uw voettekst die past zich automatisch aan het hoofdstuknummer. Dus als je kop 1 hier gebruikt voor badminton, is die normaal gezien aangepast. Ik heb gezien in jouw tekst dat dat zo is voor hoofdstuk 1, maar niet meer voor hoofdstuk 2. Dus als ik nu naar hoofdstuk 2 ga, ik ga hier bijvoorbeeld staan in uw titel van hoofdstuk 2, die kop 1 is. Kun je nu hier kiezen bovenaan voor invoegen, koptekst en voettekst. Als je nu klikt op koptekst, kan je hier klikken op koptekst bewerken. En als je daarop klikt, zie je hier staan aan vorige koppelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij de instellingen van de voorgaande keer van het vorige hoofdstuk, dat hij die gaat overnemen. Dan vraagt hij even van te bevestigen. Dan doe je ja. En dan zie je hier staan hoofdstuk 2, namelijk de titel van die tweede hoofdstuk. Vervolgens kun je ook naar de voettekst gaan. Dan kun je ook je paginanummering automatisch aanpassen. Als ik nu naar de voettekst ga en ik vraag hem hier terug aan vorige te koppelen, voilà, en je bevestigt weer, dan zul je zien dat hier hetzelfde als vorige staat en dat hier je paginanummering wel in orde is. Ja. Het zou kunnen zijn dat je hier ook nog eens hetzelfde moet doen voor je oneven pagina. Voilà, zodanig dat alles aangepast is zoals het hoort. Nog goed om te weten is dat elk hoofdstuk in principe een nieuwe sectie is. Je kunt dat hier onderaan ook zien. Sectie zoveel, pagina zoveel. Dus normaal gezien, telkens als je een nieuwe sectie hebt, kun je onafhankelijk van de vorige sectie je koptekst en je voettekst ook gaan aanpassen. Moest het niet duidelijk zijn, contacteer mij gerust. Ik ga dit hier nog even sluiten. Ik zal dat even zien. Voilà, en dan zijn we er denk ik.